Hij komt net van zijn fiets af. Hij heeft het volgehouden. Was het zwaar, man? Ja, heel zwaar. Het viel echt heel erg tegen. Wat is er anders dan van gewoon fietsen? Het grootste verschil is dat je nu tussen mensen zit die elkaar een beetje opfokken. En dan die twee in het midden, die zijn helemaal... Die hebben het vaker gedaan. En volgens mij zitten er meer bij ook die het vaker hebben gedaan. Want ik heb nog nooit op zo'n ding gezeten. En het is echt, het is niet te vergelijken met fietsen. Het is gewoon... Het is een veldslag. Ja. Nou. Ik voel me af en toe echt verlul staan. Iedereen, oudere mensen toch ook wel ertussen, die allemaal lekker bleven staan. En ik moest echt... Ik vond dat je het goed hebt gedaan, om te gaan maar lekker een drankje drinken. Ik ben DJ, jongens. Kom op. Dat is niks voor DJ's, dit, joh. Dat valt niet mee. Heel makkelijk, joh. Nou, wat ik met mijn stokken kan, heb ik allemaal afgekeken van hem. Ik sta naast Cees Zuiderwijk, de man van de grootste band van Nederland en omstreken. Wow. Jawel, vind ik wel, want ik ben altijd uit mijn pentie. Je bent bevoordeeld, je bent aangedaan. Ja, binnenkort misschien in het Zuiderpark, toch wel sprake? Nee, dat gaat niet, het volgend jaar. Ja, maar dat gaat misschien gebeuren? Ja, het zal een keer gebeuren, tuurlijk. Okay. Ja, het moet gebeuren. Okay. Je zou normaal gaan spinnen, maar je bent door je rug gegaan? Ja, ik ben al meer dan een week geleden enorm door mijn rug gegaan. En bijna elke dag bij de fysio, maar dat gaat niet werken. Maar wel leuk dat je er even bent. Ja. Hoe gaat het met de band? Kom een nieuwe cd, jongen. Ik zie ze weinig, maar... Kom een nieuwe cd, hè? Ja. Maar je weet nooit hoe lang dat duurt, hè? Nee. Kijk, wij houden van records en de Eagles hebben er 28 jaar over gedaan. Ja, dan hebben we zo lang gaan we niet wachten. Dat weet je niet. Records breken. Okay. Succes met je rug. Dankjewel. Thanks. César Drums! Zo, rot toch op, joh. Hij gaat wel, Henk. Rot toch op, joh. Jij bent gelijk wel wel, hè? Nee, maar ja, je zit nou op de fiets. Op de slechtste kant blijven zien, nou, hè? Ja, je kan nog zat babbelen, dus je hebt nog lucht. Nou, we beginnen pas. Kijk eens. Lekker een dag, hè? Ik dacht dat we 50 minuten bezig waren, man. 5 minuten. Keuleren. Ja, gewoon, we hebben een heel hard zadel. Nou, ik zou zeggen, we hebben nu op dit moment al allebei enorm pijn in ons ballen. Maar de dames die hebben beloofd ons te masseren, dus... Die zijn van het ziekenhuis, dat komt goed. Komt allemaal goed, waarom niet? Ga door, man. Hey, jongens, bedankt. Ik zei het al, de eerste hulp is nabij. Ja. U bent echt van de eerste hulp, hè? Ja, zeker. We kunnen gelijk alles doen. Alles doen we gelijk. Maar u blijft angstvallig een beetje bij Henk in de buurt staan. Ja, tuurlijk. Want, is dat het grootste risico? Hij is een groot risico, ja. Hij is te zwaar, hè? Is hij te zwaar? Ja, dan hoef je niet op de weegschaal. Dat zie ik gewoon. Oh, en waar ziet u dat dan? Nou, denk je van zo op, man. Ja, Olympisch kampioen. Daar staan we naast. Twee. Oh, sorry, ja. Twee Olympisch kampioenen. Oké, dan gaan we de vraag stellen. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, ik denk dat het een heel mooi initiatief is om dit te doen hier in het Westeinde. En ik heb gehoord van de dames van de afdeling oncologie dat bewegen het herstel na de chemo heel erg bevordert. Dus dat is belangrijk, ja. Jullie gaan dadelijk ook allebei zitten. Zeker. Ben je daar klaar voor? Ja hoor, ik ben er klaar voor. Ik vind spinnen wel leuk. Naomi wat minder, dus... Ik heb geen fietsbroek. Dus? Ja, weet dat doet pijn. Oké, ik heb er geen verstand, want ik fiets helemaal niet. Nee, jij beweegt zeker ook niet, jawel. Hoe denk je dat ik aan dat goddelijke lichaam kom? Nee, dat is van beweging. Ik vind fietsen wel leuk, dus ik heb dit wel vaker gedaan. Okay, en jij niet, maar je gaat het wel redden. Ik ren liever. 50 minuutjes. Ja, nee, 60? Ja, nee, het is 50 minuten. Echt? Dat valt wel weer mee. Dat had ik mogen zeggen natuurlijk. Nee. Het is 60 minuten. Nee, gaat lukken. Okay. Gaat lukken. Succes. Dank je. En we gaan nog veel van jullie horen, toch? Zeker. Oké. Kom een keertje kijken, zou ik zeggen. Ja, nou, ik heb jou wel eens gezien op een klein Zwitserland. Oh, ja. Hé, maat, hadden wij Filippi van, hè? Ja, bij klein Zwitserland. Was zij ook, hè? Ja. Ja, en niet alleen hele bekende Nederlanders of Hagenezen, maar ook de dames van de Rabobank. Hallo, waarom is dit belangrijk? Wij staan graag midden in de samenleving. En dit is een mooi voorbeeld daarvan. En uiteraard sponsoren we ook de Tour. Dus ja, fietsen, dat is synoniem aan de Rabobank. En jullie, hebben jullie nog gefietst? Ja, we hebben nog. En hoe ging het? Goed. Best zwaar hoor, ik moet nog. En
is het belangrijk ook omdat het voor kanker is? Ja, absoluut. Weten. Zeker, ja. Ja. Oké, okay, dus de Rabobank ook... Zeker weten. Helemaal het geld ervan. Goed zo, dames. Ja. Gesponsord door Grapos, onze hoofdsponsor. Ricky, fijne man. Al het fietsen, je ziet helemaal vers hard. Het gaat nu beginnen. 50 minuten, gaat het redden? Ja, mijn gemakkie. Nee, want anders gaat hij zeggen, berg je op. Ja, maar je moet niet alles doen wat hij zegt. Heb je energiedrank van Grapos gedronken? Ik heb energiedrank van Grapos gedronken, dus het gaat vanzelf? Gaat allemaal vanzelf. Oké. Okay. Nou, situatie hebben we het niet over. Veel plezier, maat. Want... Nee, ja, ja. We hebben allemaal stilte. Of ja, niet? Nou ja. We hebben allemaal de kogels door de kerk. Dus ja. We gaan vanaf morgen weer ja, niet helemaal opnieuw. Maar we gaan wel met een frisse lei weer morgen lekker trainen. Kom man. En ook de perschef op de fiets, gaat het nog? Ja, nog wel. Je komt net op tijd. Ja, want dadelijk... Ja, ik zie net wat hij van plan is. Dan wordt het nog heel erg, denk ik. Dus dan wordt een weekje uitrusten dadelijk. Nou, een week. Ja, dan hebben we deze week geen tijd. We moeten zondag voetballen. Waarom is het belangrijk dat ADO hier aan meedoet? Ja, ik denk dat kanker speelt zo'n bijzondere rol in deze stad. En in heel Nederland en in ieders leven tegenwoordig. Dat ik alles wat je daartegen kan doen. En dat we hebben spelers als Barry hebben het zelf meegemaakt. Dat ze iemand verliezen, een klein kindje. Iedereen komt er steeds dichterbij, ook bij ons. En ja, als club zijn is het alleen maar mooi als je dan waarschijnlijk een mooi bedrag vanavond op gaat halen. We zijn benieuwd. Ja, ik heb een tussenstand een beetje gehoord en ik was onder de indruk. Oké, nou we gaan wachten. Succes. Dankjewel. Ja, hier is ze dan. Gaat ie? Nou, nog net. Hardest. Je bent de baas, hè? Ja, met de baas, ja. Moet je fiets? Nee. Je wou het laatste stukje zelf doen, hè? Laatste stukje wil ik zelf doen, waarom ja. Waarom is het zo belangrijk? Omdat het goed is voor de patiënten. Worden ze sneller beter. Dat is succes. Dankjewel. Wij willen als eerst namens ADO Den Haag iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit fantastisch evenement. Ik denk ook dat we moeten gaan proberen om dit volgend jaar weer opnieuw te gaan doen. Doen we zeker. Ik kom sowieso terug van het evenement. Het is echt top dat we dit met z'n allen gedaan hebben voor je groeien. Ik wil graag dat Barry deze check openmaken om bekend te maken wat we hebben opgehaald met elkaar. €20.950 is er bij elkaar gefietst voor het goede doel, jongens. Een waanzinnige avond gehad. We hebben veel bekende Nederlanders en Hagenezen gesproken. Ook wat minder bekende. Ik heb een prettige avond gehad. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Dit was Groen Geel Hart. Laters!